Hey allemaal, Martine van Bellevue Photo Art hier. En ik hoop dat jullie allemaal nog veilig zijn gebleven van het coronavirus. Wij gelukkig hier nog wel. En dat betekent dat we ook nog lekker bezig zijn met het maken van een aantal tutorials. Zodat jullie daar wat van kunnen leren en dat de fotografen ook gewoon lekker eventjes aan de gang kunnen. Op mijn Facebookpagina zet ik ook nu regelmatig een soort challenge uit om een foto van mij te gaan editen. En de leukste of de mooiste edit of degene die het meest aanspreekt, die krijgt van mij dan een shout-out op mijn Instagram-pagina van meer dan 40.000 volgers. Nou, en zo hoop ik gewoon met z'n allen dat we lekker bezig blijven in deze toch wel lastige tijden. We gaan vandaag aan de gang met deze foto van een bruiloft die eigenlijk nog maar heel recent was, 13 maart. Op dit moment, of toen in ieder geval, mocht je nog wel met in ieder geval 100 man bij elkaar komen. Niet meer dan 100 man. Wat betekende dat de bruiloft overdag wel doorging, maar dat het feest 's avonds werd afgelast. Voor mij als fotograaf natuurlijk ook iets waarbij ik toch wel afstand moest houden en dergelijke. Maar wat ook wel heel lullig was voor het bruidspaar, dat zij het feest niet konden doen. En toen hebben we eigenlijk 's middags tijdens de fotoshoot hebben we een locatie opgezocht op het terrein waar ze ook gingen trouwen. Waarbij we de sfeer konden creëren alsof ze 's avonds aan het dansen waren en dan niet met de mensen om zich heen. Er is hier iemand die mij ging helpen, die de flits lost vast hield en die zie je een beetje in het donker hier in de hoek staan. En je ziet ook dat die flits ook echt op de jurk schijnt. Het mooiste was geweest als die flits nog wat hoger was vastgehouden, zodat ook de armen en het gezicht goed belicht zouden zijn. Maar ik zag deze nog wel, dat ik dacht van oké, die kan ik in de nabewerking nog wel goed doen. En dit wordt een vrij korte tutorial, waarin ik laat zien dat je eigenlijk van deze foto naar deze foto kunt gaan met alleen bewerkingen in Lightroom. En ik ga hier met name in op het gebruik van een gegradueerd filter, radiaal filter en het penseel. Lightroom is voor mij overigens ook de tool waarin ik eigenlijk mijn hele workflow beheer. Een aantal foto's gaan richting Photoshop, maar sommige foto's komen niet eens richting Photoshop, waaronder deze. Het eerste wat ik ga doen is zorgen dat mijn goede hulp hier met flitser van de foto afgaat. En dat doe ik heel simpel met het kroppen van de foto via de uitsnijdbedekking. Het bruidspaar mag tenslotte toch ook wel een beetje in het midden staan. Ja, ze zwierden alle kanten op, dus dat is niet altijd even makkelijk om te volgen met de camera en het altijd goed te krijgen. Maar we doen het zo. Ik zet hem ook nog een beetje rechter. Oké, dan is dat gedaan. Het eerste wat ik ga doen is zorgen dat de lampen wat meer gaan branden. Je ziet dat een aantal lampen al wel branden, sommige niet. Ik wil in ieder geval de illusie bieden of de illusie geven dat eigenlijk al die lampen mooi warm aanstonden. En dat doe ik met mijn gegradueerd filter. Die zit hier in deze balk. Die klik ik één keer aan en ik zet eerst alles op nul. Wat ik wil is dat het een mooi geel warm licht wordt. Nou, die mag ik echt wel behoorlijk op geel zetten. Maar ik kan het altijd nog achteraf aanpassen. De belichting mag gewoon een stukje omhoog en misschien een beetje magenta erbij. Dan ga ik boven de foto staan met mijn linkermuisknop ingedrukt. En ik trek het effect over de foto heen. En dan kan ik het altijd nog kijken. Wil ik het nog lichter? Mag nog wat geler, de zwarte tinten misschien ietsje omlaag. Het is natuurlijk wel net alsof het avond is. En ik denk ongeveer zo. Dan hebben we best wel veel gedaan. Ik zet hem zelfs nog lichter, want ik kijk nu naar het onderste gedeelte van de lampen. De bovenste gedeelte vind ik nu te licht, maar dan ga ik hier naar de knop nieuw. Ik zet alles weer even op nul. Als ik dubbelklik overigens hier op dat puntje of hier aan het begin gaat hij automatisch naar nul. Nu trek ik mijn belichting naar beneden en ik doe dit alleen op de bovenkant van de foto. Oké, ik krop hem nog steeds ietsje.
Zo ongeveer. Ik denk dat dit een mooi effect geeft. Nou, dan kunnen we dadelijk misschien nog een beetje meer doen, maar ik ga nu mijn aandacht even richten op het bruidspaar. Hier behoorlijk belicht, hier niet. Dat ga ik doen met mijn radiaalfilter. En een radiaalfilter, daar maak ik eigenlijk altijd een ovaal van. Linkermuisknop ingedrukt en dan kun je slepen wat je wil. Als je hier buiten gaat staan, zie je dat de pijltjes zo in een kromming staan. En dan kun je je ovaal draaien. Dit gedeelte was al licht. Ik zal hem even op nul zetten. Het gaat nu eigenlijk met name om dit gedeelte wat lichter mag. Mag iets kleiner. Alleen als ik nu iets aanpas, zie je dat hij dat aan de buitenkant van de foto doet. Dat wil ik niet. Ik wil dat hij de binnenkant van de cirkel pakt. En dan moet ik hier op deze omkeren klikken, dat vakje ervoor. En alles wat ik nu doe, heeft effect op de binnenkant van mijn ovaal. Dus hier ga ik gewoon mijn belichting opschroeven. En dan zie je dat het al een stuk duidelijker is. Dan kan ik hem ook nog een beetje verplaatsen, kijken of dat nog beter kan. Nou, ik vind hem eigenlijk zo wel goed matchen. Je ziet in dat kleine vakje hierboven, soms kijk ik daar gewoon naar om te kijken van oké, zie je daar echt opvallende vlekken of dat je qua belichting niet goed zit. Hier zit ik wel oké. Maar wat ik in de bewerkte foto die ik al gedaan heb, in ieder geval ook nog wel heb gedaan, dat is dat ik de omgeving toch wel wat donkerder heb gezet. Ik maakte het wat minder belangrijk. Ja, helaas staan hier ook niet allemaal mensen omheen om ze toe te juichen bij hun openingsdans. Dus die illusie wil ik daarin ook niet wekken. Dan ga ik naar nieuw, want ik trek een nieuw ovaal over het bruidspaar. Ik zet hem weer, even met Ctrl-Z ga ik terug. Dan klik ik op het puntje waar mijn ovaal van was en ik zet hem weer schuin. Ongeveer zo. Nou, je ziet dat de belichting al omlaag was. En dat vind ik wel oké. Je ziet hier nog ook wel wat details. En dat vind ik ook mooie details, die mogen van mij erin blijven. Maar zoals je ziet, heeft hij natuurlijk alles om dat ovaal geleidelijk donkerder gemaakt. En heeft hij ook mijn lampen meegenomen, die ik in het begin nou juist zo mooi licht had gemaakt. Dan ga ik, terwijl ik nog op mijn ovaal sta, hier naar penseel. En op het moment dat ik daarop druk, komt hier een knop wissen. Daar klik ik op en dan zie je dat er een minnetje staat in mijn penseel. En ik ga eigenlijk helemaal over mijn lampen heen en haal ik het effect weg daarop. Hier mag het weg, hier staat hij niet in. Oké. En mijn radiaalfilter mag weg. Nu vind ik nog steeds dat mijn lampen nog wat extra mogen hebben. Sommige lampen zijn aan, andere hangen er gewoon voor de sier. Maar wij kunnen wel de illusie creëren alsof die ook aan zijn. Dat doe ik met mijn penseel. Die staat naast mijn radiaalfilter. Mijn aanpassingspenseel. En ik wil hem sowieso lekker warm. En deze mag ook gewoon echt lekker licht. Ja, en dan met vierkante haakjes kan ik hem groter of kleiner maken. En ik ga gewoon over het bolletje. Alsof die ook een beetje licht geeft. Zelfs degene die al licht gaven, kan je dat gewoon nog wat extra doen. Ja, het is toch net alsof het lampje aangaat. Deze mag ook aan. Die mag wat feller. En die mag wat. Ah, dat is wel een beetje te fel bij die. Ctrl-Z doe ik hem terug. Die laat ik heel even met rust. En als ik vind dat het nog wat meer mag. Je kan het hier natuurlijk achteraf altijd wel mee aanpassen. Het gaat gewoon eventjes om de sfeer. Oké,
En het enige wat ik nu nog wil is hun gezichten een beetje oplichten. Dat doe ik niet meer met mijn radiaalfilter. Doe ik ook met mijn penseel. Mijn aanpasselijk penseel, daar sta ik nu op. Dus dan doe ik nieuw. En dan kan ik gewoon weer een heel nieuw effect op de foto brengen. En dan zet ik hem hier wat lichter. En ik ga gewoon even over haar gezicht en zijn gezicht. En even kijken, dat mag ietsje minder. En als ik wat meer contrast in hun gezichten wil hebben, kan ik de witte tinten wat opschroeven en de zwarte tinten wat terug. En hier doe ik zelfs de verzadiging ietsje omlaag, omdat ik het anders te oranje vind worden. En dan zijn we er eigenlijk wel. En dan hebben we van deze foto gemaakt puur en alleen in Lightroom. Veel plezier ermee!